Nou, Robby, vierde seizoen eigenlijk hier al. En als je naar hier zo toe kijkt, wat voor ontwikkeling heb je dan hier allemaal niet meegemaakt? Ja, ik denk dat we in die 4 jaar tijd mooie tijden hebben gekend en nu nog steeds meemaken. Ik ben 2 keer gepromoveerd met Willem II en nu in de Eredivisie. De eerste 6 wedstrijden gaat goed, dus ik denk dat we een behoorlijke stijgende lijn met de club te pakken hebben. En persoonlijk, zie je persoonlijk ook een stijgende lijn? Ja, dat denk ik wel. Als je kijkt naar het eerste seizoen dat ik hier speel, was het toch een beetje onwennig. Je komt toch bij een nieuwe club terecht en je moet alle mensen leren kennen, denk ik, waardoor het toch een beetje aanpassen is. Dat heb je denk ik ook in het veld gezien. We hadden gewoon heel veel nieuwe spelers en heel veel veranderingen in het team en binnen de club. En onbewust maak je dat denk ik toch mee. En je ziet dat we de laatste jaren, en ik zelf ook, dat ik zelf een stuk stabieler speel, denk ik. En dat ik misschien nu wel het beste voetbal speel wat ik tot nu toe heb laten zien bij Willem II. En wat voor jongen ben je eigenlijk buiten het veld? Oh, jongen, eigenlijk vader. Ja, ik ben denk ik een heel rustige persoon. Ik ben wel sociaal, denk ik. En makkelijk in de omgang. Maar verder denk ik dat ik nog een klein beetje Belgisch ben. In de zin van dat ik rustig, soms afwachtend. Maar ja, dat is denk ik al wel een heel stuk veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Wat zie je dan veranderen? Nou, dat je meer open wordt, bent. En dat je sneller contact zoekt met mensen. Ik denk dat dat de voornaamste dingetjes zijn. Dat je meer voor jezelf opkomt. Dat is denk ik een proces wat al gaande is vanaf dat ik in Nederland voetbal, dus sinds mijn 12e. En ik denk dat je dat vooral daarin ziet dat ik vroeger gewoon veel rustiger, soms veel timide was. En dat ik nu veel opener en veel makkelijker praat en zo, zeg maar. Je merkt ook veel jonge jongens die nou in de selectie zitten. Wat breng jij hen bij? Nou, ik probeer hun bij te brengen wat profvoetbal inhoudt. Je probeert gewoon dingetjes die je zelf ondervonden hebt in het voetbal, die probeer je ze soms mee te geven. En iedereen moet dat natuurlijk voor zichzelf leren herkennen of bepalen hoe hij dat zelf ontwikkelt. Want uiteindelijk kun je maar een raad geven en is het aan die persoon zelf hoe die daarmee omgaat en wat hij ermee doet. Maar je probeert gewoon je ervaringen te delen en de jongens mee te trekken met jouw ervaringen, met jouw bevindingen, zeg maar. Dus dat probeer ik aan vooral de jonge jongens over te brengen, als dat kan. Denk je nog wel eens aan de toekomst, hè? Na Willem II misschien nog iets? Ja, daar denk ik wel regelmatig over na. Ik hoop dat ik nog lang niet uitgevoetbald ben ten eerste, maar daarnaast ben je toch bezig met stel je voor het voetbal houdt op, wat zou ik dan gaan doen? Ik moet eerlijk zeggen, daar ben ik nog niet helemaal uit. Ik weet niet precies wat ik zou willen doen, maar ik ben me wel aan het richten om een cursus of een opleiding te doen, zeg maar. Dan moet je niet zoeken, tenminste dat is mijn gevoel, niet echt zoeken in een langdurige opleiding, maar eerder in een korte cursus of een korte opleiding, zeg maar. Daar ben ik mee bezig met de VVCS om eentje te doen. Alleen er waren nog niet genoeg inschrijvingen bijvoorbeeld, dus dat is weer even vervelend. Omdat ik net die cursus wilde doen. Ik kon ook een andere cursus doen, marketing bijvoorbeeld, maar dat ligt me gewoon wat minder, denk ik, voor mijn gevoel. Dus ik wacht even af of er genoeg inschrijvingen komen en anders zal ik verder moeten kijken wat ik kan doen, zeg maar, om te ontwikkelen voor na mijn carrière. Er waren heel veel supporters die vragen hadden ingezonden. Ik ga ze even bijpakken. Zo vroeg Dennis Schouten, wat is je mooiste moment bij Willem II? Ja, de mooiste momenten eigenlijk zijn de promoties geweest. Het tweede jaar hier werden we in de play-offs, echt de allerlaatste wedstrijd van het seizoen, promoveerden we. Ja, dat was gewoon echt heel bijzonder om mee te maken. Omdat de ontlading was zo groot bij iedereen.
omdat we dat seizoen, ik geloof op de vijfde plek eindigden. Ja, was de ontlading zo groot bij de mensen, bij de spelers, bij de supporters, bij de mensen van, of ja, de clubmensen, zeg maar. Dus die is eigenlijk nog mooier, denk ik, als het kampioenschap van vorig seizoen, voor mijn gevoel. Al was dat natuurlijk ook heel mooi, promoveren via de na-competitie. Je promoveert natuurlijk, maar als je kunt zeggen je bent de beste geweest van dat seizoen uit je competitie. Ja, dat is, als ik er achteraf op terugkijk, het meest bijzondere moment bij Willem II. Ian Aas vraagt, Nederland of België? Ja, ik moet zeggen, ik voel me gewoon echt Belg. Dus dat is een heel moeilijke vraag. Maar ik woon ondertussen in Nederland. Ik voetbal al 18 jaar in Nederland. En ja, ik heb gewoon heel veel vrienden in Nederland ook. Dus, je accent is ook een beetje weg. Ja, klopt. Dat gaat automatisch, denk ik. Ik laat het een beetje in het midden. Ik voel me volledig Belg, maar ja, mijn gevoel zegt dat Nederland wel dichter bij mij ligt, hoe ik ben als persoon. Mooi. Sandra Jongsma vroeg, als je voor één dag een andere speler mag zijn, wie zou dat dan zijn? Ja, daar heb ik thuis al over nagedacht, over die vraag. Alleen, gewoon een willekeurige speler, zeg maar. Een willekeurige speler? Ik zei thuis, Zlatan Ibrahimovic, omdat ik vind het apart hoe die man, zeg maar, zoveel successen achter elkaar blijft hebben. En hij staat zo in de belangstelling, zeg maar, dat het apart is en mooi hoe hij zich kan afsluiten op het veld en zo belangrijk kan zijn voor zijn team. Dus en naast het veld is het gewoon echt een apart karakter. Ik heb zijn boek gelezen en dan vind ik het wel knap dat je uit zo'n buurt komt, wat eigenlijk gewoon heel een arme buurt is. En dat je dan op die manier kunt ontwikkelen als voetballer, maar ook als persoon, zeg maar. Dus qua karakter is hij wel een beetje tegenovergesteld van jou. Ja, dat klopt. Dus daarom zou het ook mooi zijn om één dag hem te zijn, denk ik. Dus hij is eentje, denk ik, van de uiterste. En ik ben wat dat betreft best rustig. En ik hoef niet constant op de voorgrond. Ik zou zeggen dat hij net een ander type is, vooral op de voorgrond. Maar ja, misschien maken de mensen dat ook van hem. Dat vind ik moeilijk in te schatten. Maar het lijkt me mooi om een dag Zlatan te zijn. Ja, lijkt me ook wel wat. Harry Mertens vroeg, met wie kan je binnen- en buitenveld het beste mee opschieten? Ja, ik moet zeggen, er zijn er wel een aantal. Vorig seizoen hebben we natuurlijk een heel mooi seizoen gehad. En de groep is bijna grotendeels bij elkaar gebleven. Ik moet zeggen, binnen het veld heb ik denk ik wel een klik met Stijn Wuyters. Echt in het veld. Mm-hmm. Dat is niet dan om de persoon Stijn, maar gewoon om de voetballer, zeg maar. Buiten het veld schiet ik veel op met Charlton Vicento, met David Meul. Er zijn genoeg jongens waar ik echt gewoon een goede band mee heb. Ik moet zeggen, bijna allemaal hoor. Ik heb een goede band met Ali Messaoud, met Jordis Peters, met Ricardo Ippel. Het zijn allemaal heel goede jongens die normaal zijn. Er zijn niet echt bepaalde jongens die er echt uitspringen. Gewoon een aantal waar ik gewoon echt een goede band mee heb en goed mee opschiet. Dus, Bram van Hest vroeg, hoe is het met de kleine? Ja, dat gaat heel goed. Die wordt over een week alweer 1 jaar. Dus ze groeit heel goed. Het is wel heel snel gegaan, moet ik zeggen, dat jaar. Het is voorbij gevlogen, maar ze doet het verder heel goed. En dat gaat prima. En Nicky die man vroeg, naast je hoogtepunten ook dieptepunten in je carrière. Wat zijn die dan? Die zijn er natuurlijk ook. Bij Willem II? Of, bij Willem II? Ja, ik moet zeggen, De degradatie natuurlijk, dat was gewoon geen fijn moment. Je speelt dan weer in de Eredivisie na zo'n apotheose het jaar daarvoor, zeg maar. En dan het jaar nadien degradeer je dan weer gelijk. Dat is gewoon, niet fijn. En daar baal je van als je als team degradeert. En dat voelt gewoon niet goed, zeg maar. Dus dat is zeker een minder moment geweest bij Willem II.
Laatste vraag van Giel en Aniek van Bokstel. Wat is het leukste aan spelen bij Willem II? Het leukste aan spelen bij Willem II is dat het denk ik een gezellige, knusse club is. Ik moet zeggen, vanaf het moment dat ik hier ben, heb ik het idee dat de supporters, ik kan niet spreken van de jaren daarvoor, maar heb ik het idee dat de supporters en de mensen rondom de club echt veel intenser Willem II beleven, zeg maar. Dat ze veel meer betrokken zijn bij de club, dat ze veel meer de spelers en de club steunen. En als je dan de thuiswedstrijden hier ziet, dan is het gewoon een genot om op dit veld te mogen spelen. En met de supporters die bijvoorbeeld, als je kijkt, de vorige wedstrijd tegen NAC, die zo massaal achter je staan en je eigenlijk naar de overwinning schreeuwen, dan is dat denk ik het mooiste wat er is als voetballer. En dan heb ik het nog niet gehad over de jaren dat we in de Jupiler League spelen en dat ze gewoon massaal mee naar de uitwedstrijden zijn blijven gaan. Dat over de supporters op de tribunes. Ja, en dan wat ook mooi is aan de club, dat je hier rondom het stadion zie je allemaal mensen betrokken bij Willem II. Ja, je hebt Amarant, je hebt de vrijwilligers. Die doen heel veel werk voor de club. En dat ziet niet altijd iedereen. Dus ik denk dat het... Dat mag wel gezien worden, zeg maar. Ja, precies. Dat mag wel even vermeld worden. En ik denk dat wat dat betreft Willem II gewoon echt een beetje een familieclub is. En dat voelt gewoon heel goed. Ik denk dat dat samen in combinatie met de supporters en het spelen in de thuiswedstrijden, dat het leukste en het mooiste is bij Willem II. Mooi, dankjewel. Graag gedaan. Thanks.